De ontmoetingskerk in de Lelystadse Atolwijk is één van de plekken waar de kerstpakketten worden gevuld. Met spullen die de afgelopen weken zijn ingezameld, worden de dozen volgestopt. Boerentomatensoep en knakworst en dat is een ragout. Precies. Het past niet. Wel, zeker. Het moet. Het is even passen en meten om alles erin te krijgen. Absoluut, maar dat komt helemaal goed. Zo, pakketnummer, hoeveel is dat? Dit is de zesde, denk ik, die ik nu dichtmaak. Dus deze zijn klaar, maar de mensen krijgen hiernaast ook nog een tas mee met spullen. Want we kunnen het niet eens houden in de doos. Dus het wordt een tas en een doos met kerstspullen. Veel producten dus voor in de pakketten. Maar ook het totaal aantal dozen dat de deur uitgaat, ligt hoog. Wij pakken hier zo'n ruim 20 pakketten in. Qua aantal lijkt dat weinig. Maar de gezamenlijke kerken in Lelystad ondernemen heel veel actie. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, voor mensen die in de noodhulp zitten of in de gevangenissen, dan kom je toch zo'n 700, 800, 900 pakketten in zijn totaliteit. Alleen hier voor de kerken in Lelystad. De vrijwilligers die helpen met inpakken, doen dat omdat ze graag iets willen betekenen voor mensen die het minder goed hebben. Het is meer het meeleven, hè? Dat ze het gevoel hebben dan in zo'n periode waar ze, sommige mensen heel eenzaam zijn, toch andere mensen aan hen denken. Bijna 90% van de kerken in de provincie doet mee aan de kerstpakkettenactie. In de rest van het land ligt dat met 60% een stuk lager. Dat komt omdat er in Flevoland meer armoede is. Maar de dominee heeft ook een andere verklaring voor het feit dat de kerken hier zo fanatiek zijn met de pakketten. Ik denk wel dat het wat te maken heeft met de poldercultuur. Mensen zijn hier nog niet zo lang geleden, zo'n 50 jaar geleden, naartoe gekomen. Met heel veel zorg voor elkaar. Waren toen ook, zeker omdat de mobiliteit toen nog veel minder was dan nu, ook voortdurend op elkaar aangewezen. En ik denk dat dat wel een beetje in de aard van de bevolking van Flevoland, maar zeker ook van Lelystad, is gekomen en misschien ook wel gebleven om oog te hebben voor de mensen in je directe omgeving. Het is een grote samenhang wel. Vooral voor de mensen die hier al langdurig wonen, die hebben echt oog voor de mensen om zich heen. Als de pakketten eenmaal zijn ingepakt, worden ze uitgedeeld in de omgeving bij mensen die het nodig hebben. Ik werk niet meer, dus ik krijg zo geen pakket. En dan is het leuk dat de kerk aan je denkt en dat je voor ons alleenstaande, dat er dan ook iets extra's is waar je dan toch met de kerst wat leuks mee kan doen. En is het alleen voor de leuk of kan u het ook wel echt gewoon goed gebruiken? Ik kan het echt goed gebruiken.